Simsalabim, EK Televisie, kom er maar in! Wow! Wow! Vandaag ga ik je laten zien hoe je lekkere hapjes kan maken voor het EK voetbal. Nou, ik ga dat niet alleen doen. Ik ga nu op bezoek bij Veerle en Michiel en hun twee kids. Die staan hier op de camping en die houden wel van een potje voetbal. Dank je. Goedemiddag. Goedemiddag. Veerle, Michiel. Klopt. Zeker. En dan ben jij Wiebe. Ja. En jij bent Wester. Hier wordt voetbal gekeken. Zeker, zeker. Voetbal kijken. Zin in, eindelijk. En eten. Alles stoppen eraan. Ja joh, maar dat is voetbal kijken toch? Ja, is dat het? Ja, vind ik wel. Nou, er moeten happen bij. En wat eet je dan normaal? Ja, chips of zo, of kaas. Of. Nou ja, chips en kaas. Niks mis mee, maar dat kan beter. Ik heb gewoon wat leuke hapjes die wat anders zijn en gewoon makkelijk te maken zijn, zelfs op een camping. Op zich zou ik wat hulp kunnen gebruiken. Ik kan wel een beetje koken, ja. Wil je mij dan helpen? Dat vind ik gezellig. Dan ga ik je gewoon, dan weet je het ook meteen. Dan kun jij het kan zelf. Kan je goed koken, gekkie? Kan ik goed koken? Zo? Ja, gekkie. Dank je. Ik kan ook best goed koken. Kom maar, help je mee met de keuken neerzetten? Wow! Vind je het mooi? Ja. Vandaag ga ik je dus laten zien dat je heerlijke EK voetbalborrelhapjes kan maken. Zelfs gewoon op de camping. We gaan beginnen met gehaktballetjes en tomatensaus. Het staat trouwens in deze allerhande en andere recepten staan op allerhande.nl. Als je het gehakt in de kom kan doen, de korstjes van brood snijden. En die gaan we even malen, gewoon mooi fijn broodkruim hebt. Dan heb je nou kids, weet je, als je denkt, oh, voor kids is het te pittig. Doe dan wat minder sambal erin en de zaadjes uit de peper verwijderen. Maar laat ik even rollen, dan rol je de zaadjes los, snijd het kopje eraf. En dan tik je eigenlijk heel makkelijk. Oh, kijk dan. Tik je de zaadjes eruit. Ja, ideaal. En dan maak je er een bal van. Ja. En dan gooi je het even flink in die kom. Ja. Even met een beetje agressie. Ja, ja. Ruzie werkt, zoiets. Weet je doe wel. Maar, doe maar. Ja. Laat mij ruzie. Zoiets? Nee. ik wil echt ruzie op werk. Ah, ruzie met Veerle. Ruzie met Veerle, kom maar. En dan rustig weer bij elkaar pakken en nog een keer. Ik dacht dat het hamburger maakte. Nee. En dit heeft echt een reden. Hiermee sla je namelijk de luchtkamers uit het gehakt. Als je dan gehaktballetjes maakt. Lucht zet uit, wordt stoom en dan ga je hakballetjes scheuren. En hoe vaak moet je dit doen, Hugo? Ja, nog een paar keer tikken. Ja, dat is ook. Hete pepers. Voelt ook dat die compacter worden. Ja, hete pepers. Ja, pas op, het zijn hete pepers. En dan heb je vuur in je mond. Dan heb je vuur in je mond, ja. Dan gaan we eerst de balletjes aanzetten, ze dus even aanwakken, aanbruinen. En daarna pas de peper en de knoflook die ik vast ga snijden. Dat mag er dan bij. Doe je dan namelijk meteen eerst een knoflookje aanzetten en peper. En je moet daarna die ballen nog gaan krijgen, ja, dan is die knoflook gewoon verbrand. Geeft hij geen lekkere smaak meer. Sterker nog, dan wordt die bitter. Hoe lang duurt het ongeveer nog? Knoflook en peper zitten erbij. Nu gaat er wat tomatensaus over. En dan is het eigenlijk al klaar. Laat ik dat rustig pruttelen. Dus gerechtje 1 is af. Oké, super. Het komt goed. Oké, top. Ik zorg dat je eten hebt voor de wedstrijd. Oké, dan. Deksel op de pan. Eventjes rustig laten sudderen. Straks afgarneren met wat peterselie. En dan zijn de gehaktballetjes en tomatensaus klaar. Ging dit nou wat te snel? Het hele recept kun je gewoon aanklikken. Kun je het even rustig kijken. Klaar voor gerecht 2. Dit wordt een hele moeilijke. Oeh. Nee, super simpel. Het zelf maken van een spread of een tapenade is echt heel eenvoudig. En nu gaan we maken een olijf artichok spread met anchovies. Wat hebben we nodig? Olijf artichok en anchovies. We beginnen gewoon met de olijfjes. Knoflook erbij zie ik ook. Ja, die zitten mee in de olijf, dus die zijn niet zo scherp als rauwte in knoflook. Een artisjokker. Zorg wel dat je ze op olie pakt, dat is lekkerder, want dan heb je meteen die smeuïgheid. En een beetje anchovies. Volgens mij hebben we hier ook nog. Kijk eens, mooi sjaal. Dat je alles mooi gelijkmatig pureert. Oké, en dan wat zeg je dan? Hup. Dit is toch wel echt, misschien wel het simpelste gerecht, toch? Ever. Ja, dit is heerlijk. Fantastisch. Wil je kijken? Kijk, lekker. Oh, wat heb jij? En dan kun je eventueel nog een beetje afgarneren met nog wat olijfjes. En de laatste artisjokhartjes. Et voilà.
Lekker zeg. Ging dit nou toch nog iets te snel? Druk dan even op de i in beeld. Ik heb mijn kleding aan. Dan kun je het recept nalezen op die i. Goed? Top. Gerechtje 3 is een whipped feta met gegrilde paprika. Dat is ook een soort spread, dus geef je nog wat meer inspiratie voor dipjes en spreadjes met brood en groente kun je dippen. Kun jij voor mij de paprika's even laten uitlekken? En er zit als het goed is ook een teen knoflook in verstopt en die heb ik ook nodig. Alsjeblieft. Ik ga het wel gebruiken, dus extra smaak. Feta mag erin. Eén lepeltje honing. Wat zijn jullie aan het mixen? Whipped feta, zeg maar. Whipped feta. Whipped feta? Met gegrilde paprika. Gegrilde paprika. Precies dat. Wil je dat nou ook maken? Check gewoon even de button en klik het aan. Vind je het recept. Dat zegt hij. Recept 4. Nu gaan we naar één van mijn favoriete keukens. We gaan naar Mexico. En we gaan even echte quesadillas maken. Dat betekent zoveel als kaasdingetje. Maar het is echt wel meer dan dat. Wil jij meehelpen, Wiebe? Ja. Ja, ik zie het. We gaan de wedstrijd kijken. Dat is een hele goede vraag, maar daar heb ik een verrassing dadelijk voor. De pan is warm, dus ga ik eventjes kort tortillas erin leggen. Dan worden ze namelijk wat zachter en dan kan ik het dadelijk beter verwerken. Wil je dit nou ook maken? Echt doen hoor. Check nog gewoon even allerhande.nl. Wiebe en Wester, ik had jullie een verrassing beloofd, toch? Een truc. Klaar voor? Let op. Simsalabim. EK Televisie. Kom er maar in! Wow! Televisie. Lekker deze. Wat nou extra lekker is bij deze gerecht is deze groene appelijstee. Die heb ik vast even gemaakt. Dit recept staat ook op allerhande.nl. En vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even. Laat wat comments achter onderin. En ik zou zeggen, prettige wedstrijd. Oh, please, kom op. Kom op. Deze heeft hij. Deze heeft hij. Ja! Yes! Tot de volgende!